Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is zondag vandaag en ik heb vandaag, wou ik eigenlijk ook nog een buiten vlogopname maken, maar ik heb ervoor gekozen om lekker even een zondagje, even lekker niks te doen, even lekker uitrusten, een beetje bijtanken, want morgen moet ik weer gewoon gaan werken. Dus ik heb even een zondagje lekker rustig aangedaan. Een lazy Sunday, zoals jullie ook in de titel kunnen zien. Ik heb dus lekker weinig gedaan. Ik moet nog steeds gaan beginnen met het nieuwe intro. Daar ga ik vanavond mee beginnen, daar ga ik vanavond mee aan de slag. En dan kunnen jullie binnenkort de nieuwe intro zien. Ja, ik hoop eigenlijk dat die over een maand klaar is, of minder dan een maand klaar is. Ik wil zo snel mogelijk het nieuwe intro gaan gebruiken. Nou, ik heb lekker even een beetje geslapen. Televisie gekeken, computer gekeken. Filmpjes gekeken op YouTube. En ik ga het zo even lekker een napje eten. En dan zien we wel wat vanavond het gaat worden. Ja, gisteren dus naar Vogelenzang geweest. Park Vogelenzang was een ontzettend mooie vlog. Jullie hebben hem inmiddels al gezien. Ik heb hem gisteren en vandaag heb ik hem bewerkt en online alvast gezet in de wachtstand. En was wel weer een mooie vlog. Ik heb nog een paar mooie parken waar ik naartoe wil. Ik weet nog wel een paar mooie parken waar ik naartoe wil. En in ieder geval komt het Malle Bos ook nog aan de beurt. Daar hebben we nu dus gisteren een stukje over laten zien. Maar dat... Daar ga ik dus verder, het Malle Bos gaan we verder doorspitten. En dan maak ik daar ook een hele mooie natuurvlog van. En ik wou dus echt nog even naar buiten, maar ik had er vandaag geen puff voor. Ik had er vandaag geen zin in, geen puff voor. Dus ik denk, nou dan doen we gewoon een klein... Normaal gewoon vlog je maar binnenshuis weer een keertje. Dus vandaar. Ik moet morgen ook weer bijtanken van morgen. Morgen moet ik ook weer aan de slag. Dus ik wou het daarom vandaag even een beetje rustig aan doen. Nou, ik ga zo even een hapje eten. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en daar ben ik weer. Het is inmiddels 10 minuten voor 9. En ik heb even gegeten. Ik ga zo beginnen met de nieuwe intro, waar ik nog niet echt helemaal tevreden over ben. Omdat ik het nog steeds met Movie Maker moet doen. En Movie Maker is nog steeds kloten, want je kan er... Het is een leuk programma om mee te starten. Maar als je een paar video's gemaakt hebt zoals ik, en je bent al een halfjaartje bezig, dan wil je toch wat professioneler worden, wat groter worden. En dan wil je ook je video's beter en mooier kunnen editen. En dat kan dus niet met Windows Movie Maker. Want bij Windows Movie Makers kan je maar een aantal dingetjes doen. En dan houdt het gewoon op. Er zijn gewoon geen extra functies. Dus dat is het probleem. Nou, het is een week rustig geweest. Maar mijn buurman boven me is ook weer van de partij. En hij heeft al de hele avond de televisie keihard aanstaan, die lul. Echt, ik word er doodziek van. Helemaal gek van. Ik denk, nou, het is een week rust. Misschien is hij opgedonderd. Helaas. Nee, hij is niet opgedonderd. Hij is er nog steeds. De bovenbuurman. Nou, dat dus eventjes terzijde van informatie. Ik ga het nog eventjes lekker even bij de computer een beetje ouwe hoeren. Een beetje rotzooien. Joost zou vandaag komen, maar... Hij zei al, van, misschien wordt het, nou ja, als het misschien is, dan ben ik altijd bang dat het niet is. Dat is het ook niet geworden. Dus dan gaat het dinsdag worden dat hij komt. Maar dinsdag zit ik ook met koken, dus dat wordt dan weer een probleem. Moeilijk. Ik zit even op Tikani te wachten. Tikani, echt een super gaaf... YouTube kanaal die heeft elke zondag om 9 uur een video online wat gaat over hoe noem je dat, urban exploring.
Die gaat dus verlaten gebouwen en zo bewonderen. En die maakt daar films van verlaten gebouwen, ziekenhuizen. Echt super gaaf. Als je van urban exploring houdt, zou ik zeker weten Tikani aanraden. Want dat is echt een hele tof YouTube-kanaal, vind ik dat. Nou, ik ga nog even lekker verder kloten hier. En dan spreek ik jullie dadelijk weer. Zo, en het is inmiddels al bijna bijeen. En ik ga zo naar mijn bed. Een korte vlog weer vandaag. Ik heb niet veel meer gedaan. Ik heb nog even livestream Planet Coast opgenomen. En mijn eerste Q&A heb ik opgenomen. Maar dat was helemaal niemand. Dus dat heb ik gelijk weer uitgezet. Er is niemand op komen dagen, helaas. Helaas. En als dat te vaak gebeurt, dan ga ik gewoon de Q&A schappen. Volgende week probeer ik het gewoon opnieuw. Ja, dat was dus de video van vandaag. De vlog. Een beetje kort vlog. Niet veel gedaan. Een beetje eigenlijk, ja. Een beetje in huis. Een beetje gebivakkeerd. En niet veel aparte dingen gedaan om te vermelden. Ik ga lekker naar mijn bedje toe. Morgen weer vroeg op. Is het weekend helaas weer over en uit. En moeten we gewoon weer een hele week keihard aan de slag. Nou, Bokito die zit op zijn nieuwe krabplankie. Die heb hij gisteravond gehad. Heb je een nieuwe krabplank gezeten? Hey, Bokito. Oude vriend. En Dribbel is lekker aan het eten. Kijk eens. Zit hij lekker te smullen, die oude vriend. Hey, Boektrippie. Kijk nou. Wat een oude. Lekker ding is het ook. Lekker smullen. Zo, oh, dat heb ik net gemist. Doe het nog eens. Ik heb hem net gemist. Ook het heb je drie bollen. Is het pakje nou leeg? Goed zo hoor. Ga maar lekker eten. Nou jongens, ik zou zeggen in ieder geval, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe.